Dag beste kikkers, welkom bij de 24e aflevering van Sassendonk TV. Ons gaat vandaag op bezoek bij de receptie van de Eilöwers. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Wij zijn hier bij Urbana voor de receptie van Prins Kinne en Prins Jasman. Ja, denk je dat er gebeurt? Ja, dat gebeurt er wel. Maar jij hebt een microfoon? Ik heb Nee, ik niet. Gert? Gert heeft de microfoons bij hem. Hij zit met de vinger te wiezen, dus we gaan naar boven. En wil u dan hem mijn schoen vasthouden? Tuurlijk, Hans. Ja, zo had je dan. Denk, laat het niet van, want er staat hier een jonge man, helemaal uit Snits. Dat is bij Sneek, toch? Dat is bij Sneek. En die gaan wij even netjes een speltje, fanspeld opplakken. Lekker hygiëne. Plakken? Ja. Hij is vandaag wel op dreef, hè, met zijn filmpjes waar hij eigenlijk reportages bent. Wieger is weer weg, hij is weer van slag. Ja, geeft helemaal mis. Ja. Terwijl Wieger nou wel goede instructies hebben. Ja, dat denk ik zeker. Dat maak je niet altijd mee, dat je dan van de uit Friesland. Kijk eens. Alsjeblieft. Ik dank jou heel hartelijk. En veel plezier mee en promo Sassendonk TV, hè. Sassendonk TV. En ik persoonlijk natuurlijk even, privé. Hoogheids, wij hebben een prinsenfoto gemaakt. We hebben een prinsenfoto gemaakt, zoals u weet. Het is wel goed dat de Eilöwers mij per opdracht betalen en niet per foto, want dan waren ze nu denk ik failliet geweest met al die opdrachten die ik van jullie heb gekregen. Ik hoop dat hij wederom een mooi plekje krijgt. Ik heb hulp gehad, moet ik er eerlijk bij zeggen, want ik had wat moeite met het gewicht van Kinne. Maar dat zul je zo even zien. Geef me eerst even een aan je adjudant. En een ander. Andere adjudant. En een voor u. Maar ik moet u zeggen. Maak je open. Die handschoen erop, hè? Dat kun je wel gedaan, Hans. Nou ja, dat heb ik met hulp, hè? Met hulp. Kijk hoe Bats is. Bats is goed bezig, zie je dat? Ja. Andersom. En? Ja, Hans. Dat een mooie maat. Ik hoop dat hij een mooi vlekje krijgt op de kamer. Ik ben blij dat je fan bent van Sassendonk op TV. Ik mag nu met de mond stappen, want dat is niet hygiënisch. Dus ik probeer hem met mijn hand te houden. De pink. Zo. Nou. Ook een fan van Sassendonk TV. Hartstikke mooi. Ze breken even in, melden ze net, en dat is Sassendonk TV, want ze willen natuurlijk zo weer verder filmen in de grote zaal. Dus geef even het woord aan Hans Spatje. Goedemiddag, Hoogheid. Ik ben blij dat wij ons mogen komen op uw feest. Ik moet even wat dichterbij. Ja, we moeten samen natuurlijk goed op de film, dat is ja? Is alles goed? Ja. Ik ben ook in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik van u de prinsenfoto mocht maken van jullie al doen. Ik heb trouwens nooit geen mailtje gehad van... Nee, hij had het via Jos geregeld. Oh, helemaal via Jos geregeld. En ik ben blij dat de Eilöwers mij betalen per opdracht en niet per foto. Want ik denk dat ze dan het visument hadden kunnen aanvragen om al die gekkigheid die we hebben mogen doen. Ik heb een tweetal foto's heb ik af laten drukken. Ik heb hulp gehad
met van iemand, ook binnen uw vereniging. Ja, ik kon het gewicht van u kon ik niet bovenop Jasper krijgen alleen. Daar had ik iets voor nodig. En ik hoop dat het een mooi plekje krijgt. Ik heb eerst eentje voor u. Ik heb er eentje voor u. En ik heb er eentje voor u. Ja, shoppen kunnen ze wel. Nou ja, wij zijn zeer erkend dat jullie hier zijn natuurlijk en we zijn ontzettend blij met de foto's. Ja, wij zijn ook blij dat je niet per foto betaald wordt, want dan had ik er misschien wat bij moeten leggen dit seizoen. En, dus wat dat betreft ben ik blij. Kijk even naar de voorzitter, alles is gedekt, hè? Ja, alles is gedekt. Dus geen problemen. We zijn ook blij met jullie, met Sosserdam TV, hartstikke leuk initiatief. En ik ben zelf al een keer geïnterviewd. Af en toe zeg ik maar even mijn woorden. Nee, dat maakt niet uit. Je kan alles zeggen wat je wil. Shop met er wel uit. Maar ik heb het toch een beetje voorzichtig. Heel verstandig, oog eit. Ik heb een cameraman erbij en van alle kanten gefilmd. Dat ik optimaal mogelijk gewoon eruit zie. Ik ben er blij mee en welkom. En neem straks een lekker biertje, zou ik zeggen. Gaan we doen. Ja? Goedendag. Wij staan hier bij een zeer bekend persoon uit Sneek. Ja, mag ik kun hier de dames voort. Nee. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Hendrik Veenstra, ceremoniemeester, carnavalsvereniging Nolentoeters uit Sneek. Wat moet ik daar nog meer aan toevoegen? En dat is het. Dat is het, meer is het niet, dus zo bekend is het niet. Maar wat komen jullie hier doen? Nou, wij gaan uiteraard naar de receptie van de hoogheid hier in Van de IJluivers en naar de jeugd. En volgende week komen ze mooi bij ons. Dus traditie. Traditiegetrouw komen we hier. Hartstikke leuk. Dus jullie hebben volgende week ook een feestje. Waar is dat en wat houdt dat dan in? Nou, ons feestje is uiteraard de grote receptie van onze prins. In het sprookjesachtig, altijd zon over grote Sneek. En daar gaan we gewoon een feestje van bouwen. Eerst uiteraard de receptie en daarna hopen we dat we dat even kunnen afsluiten met een knalfeest. Dit stukje wilde onze cameraman speciaal op de stoel. Hij is namelijk een liefhebber van bluesmuziek. Maar ook van dit nummer. De Even Wat Met.
Ik sta hier bij een stelling uit Zwolle, zou ik u vertellen. Wat zeg je? Het is een duo. Duo list en bedrog. Of heb ik dat verkeerd? Nee, dat heb je helemaal goed. Nou, zeg eens in wie jij bent, Jan. Ja, dat zeg jij al. Ik ben Jan. Ik ben Jan Herberg van Man & Music. Hè. Ik ben de voorzitter van onze personeelsvereniging. We hebben vandaag een uitje bij de Uilheuvers. En nou ja, goed, er is ook een voorzitter. En we zijn ook onze eigen groepjes. Dus nou ja, dan merk ik het hele spulletje mee, John. Hè. Hartstikke leuk. Dus John die wil niks zeggen, maar John die moet gewoon. John, wat doe jij in de Man & Music buiten het personeelfeest om? Weinig eigenlijk. Ik ben vicevoorzitter van Man & Music. En ja, ook lid van de personeelsvereniging eigenlijk. En spelen jullie nog een beetje muziek vanmiddag? Of, Als je niet te langer met hoe hoeren wel. Dan kunt dat nog goed. Ja, nee, kijk, er zijn interviews, de mensen die willen graag weten. Want jullie komen straks op televisie en dan willen de mensen weten van wie is nou Man & Music? Oh. Dus je moet nou hem verkopen. Nou, kijk, Man & Music is een duo. John van der Weg en ik. Ik doe toetsen, John gitaar. Doen we al 15 jaar, hartstikke leuk. Echt waar, hartstikke mooi. En vorig jaar zijn we begonnen met de Eilovers met in de nieuwe stijl. Nou, dat is schijnbaar goed bevallen. Ja, we weten ook niet meer waarom. Maar het is toch zo. Dus we mochten dit jaar weer terugkomen. Dus ja, hartstikke leuk. We maken er een mooie middag van. Ik denk dat het bevallen is dat ze nou zelf in de kleine zaal zitten. Ik weet niet of dat met jullie te maken heeft, maar... Ik zou het niet weten. Misschien omdat ik een kilo afgevallen ben. Dat de zaal wat kleiner kan. Ik weet niet. Nou, zou ik u vertellen. Dan is bij onze cameraman. En onze productieleider. En onze voorzitter. Die jongen die valt af. En die zet er goed uit, zou ik u vertellen. Maar straks maar kijken als die lampen ja, uit is. Ja, zeker. Hoe of die eruit ziet. Nee, die lampen niet. Die andere lampen. Die vallen... Ik zag hem al. Je moest twee keer kijken. Ja, dat gaat helemaal goed. Ja, super. Maar we gaan dus vanmiddag nog even een spektakelstukje van jullie verwachten. Of niet? Want, ik ken Man & Music alleen maar als spektakel. Ja, we gaan ons best doen. Hè. Dat doen we altijd. We gaan er een mooie middag van maken. En het is goed vol. Het wordt goed bezocht. We banen is een hartstikke mooie gelegenheid ervoor. Prachtige zaal. Dus... We gaan doen zo. We zijn het get on, hè? Het lijkt wel een sponsor, Pruitien. Ja. Maak er gewoon een gezellige middag van. Dus leuk aanloopje naar de carnaval, toch? En wat mijn zin dan? Knallen. Dat dacht ik. Hé, jongens, leuk dat jullie hem kwamen. Niet... erbij wel, hè? Jawel, maar het duurt niet zo lang. Eerst uit te praten met een paar mensen met een glas bier in dan. Dan sta je voor aan de bar te wachten op bier. En dan sta je nog met een glas bier in dan. Ik denk dat we maar moeten gaan spelen. Ik denk dat we er beter aan het werk kunnen. Ja, dat denk ik dat wel goed is. Nou, ja. Jongens, wie zien elkaar vanmiddag en wie horen elkaar vanmiddag nog wel even. Zeker, dat komt helemaal goed. Toppie. Hey, bedankt. Jee, dankjewel. Yo, hoi. Maar ik dan ben ja. Als een clubje komt, bij de rust waar ik wel bij je hoor. Maar ik dan ben ja. Als een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan. Maar ik dan ben ja. Anders kan. Ja, wat kleine tolle wappertjes van. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij op tijd bij mij. Hou maar even bier, yeah? Ik hou een kamer voor je vlakte nog een. En ik kan me gaan, als de lente komt en ik weer verliefd ben. Maar ik kan me gaan, en als de liefde komt en ik weet het zeker. Maar ik kan me gaan, maar ik kom bij. Nou, ik hoop dat uw banen wel aan holt. Is een polonaise. Hallo, joh. Geef mij maar Amsterdam. We hebben een mooie land van huis. Geef mij maar Amsterdam. Daar moeten sparen. Geef mij maar Amsterdam. En met z'n Amsterdam. Want je mocht een rijden. Geef mij maar
De verenigingen zijn er doorheen. We hebben wat speciale gasten genodigd die hier voor u zijn. We willen natuurlijk beginnen met onze burgemeester en wethouder Henk Jan Meijer en René Heertjes. Er zijn veel overeenkomsten tussen Zwolle en het Sassendamse carnaval. Ze zijn beide erg gebaseerd op geschiedenis, op traditie. Maar om dat fris te houden moet je wel naar kwaliteit streven en voortdurend vernieuwen. Hoe wij dat doen zullen we over een dag of 13 wel horen bij de sleuteloverdracht. Maar als ik naar het Sassendamse carnaval kijk, denk ik dat de afgelopen jaren er enorm gestreefd is naar kwaliteitsverbetering. We hebben ons bijvoorbeeld ongelooflijk goed vermaakt op de zittingsavond. Duidelijk de laatste jaren in kwaliteit vooruit is gegaan. En ik denk met tot het vorstendom door u als hoogheid te selecteren ook die vernieuwing een impuls heeft gegeven. En die vernieuwing staat hier nu voor ons. Natuurlijk met de hoogheid, maar ook met twee vrouwelijke adjudanten. Dat deed mij geweldig goed om te horen vorige week dat de adjudanten ook zijn toegelaten tot de herenzitting. Want dat, die vernieuwing mocht wel eens een keer. En zelf hou ik heel veel van feestjes, maar feestjes zijn nog net even leuker als er ook dames aanwezig zijn. Met u als hoogheid zijn er een aantal kwaliteiten binnengekomen die denk ik het Sassendamse carnaval goed doen. U promoot bijvoorbeeld de Zwolse horeca. Door koninginnen, admiraal, eten moeten we allemaal. En die Zwolse horeca heeft de afgelopen jaren ook een aantal geweldige kwaliteitslagen gemaakt. Steeds meer nieuwe horecazaken die geweldige toevoegingen zijn. En die door u zo op de kaart worden gezet. En door een bekende Zwollenaar als prins uit te zoeken, is denk ik het Sassendamse carnaval ook veel meer op de kaart gezet. Want ik heb al heel veel foto's op de social media gezien waarin bekende Zwollenaren, de zogenaamde BZ'ers, met de hoogheid op de foto gaan. Er is één ding in de profielschets van het vorstendom wat wij als college wat anders zouden hebben geformuleerd. Dat is namelijk uw scherpe tong. Daar zitten wij natuurlijk helemaal niet op te wachten bij de sleuteloverdracht. Maar nadat we even een paar keer geslikt hadden, denken we dat dat ook wel goed kan komen en dat we dat aan kunnen. Wij verheugen ons op die sleuteloverdracht en alle zaken die we rond die tijd met elkaar gaan doen. En we wensen u allen daar heel veel succes mee. Nou, dank u wel. Zeer erkentelijk dat u er allebei bent. U zult begrijpen dat ik lang getwijfeld heb wat voor adjudant ik zou kiezen. De twee mensen die als eerste in me opkwamen waren u en meneer de heer. Maar bij navraag bij het secretariaat bleek dat er geen enkele mogelijkheid was om dat in te passen de hele maand januari. Dus ik moest daar toch van afzien. Ik had dat graag gedaan natuurlijk, dus uiteindelijk heb ik gekozen voor de tweede keuze. Maar ik denk wel een hele goede keuze. Nou, de scherpe tong, ja, dat is iets dat, hoort een beetje bij het carnaval. Misschien ook soms niet bij het carnaval. We zijn elkaar wel eens een keer tegengekomen, hier op sommige plekken. Maar volgens mij, dat hebben we laatst zo tegen elkaar uitgesproken, alles wel met, hoop ik tenminste, met een vorm van respect. En dus volgens mij komt dat helemaal goed.
Maar wat zeg maar, ik ben het vergeten, dus dat komt dan de volgende keer weer. En over 13 dagen kan ik mijn revanche halen. Ga ik rustig nadenken wat ik allemaal ga zeggen. En dan komt dat helemaal goed. Superleuk dat jullie er allebei zijn. En natuurlijk voor de reden hier. Ja, dat zal goed zijn. En onze burgers hebben wij heel goed gedaan. En natuurlijk, uw grote vriend Wiega. Die ben hem op de receptie geweest van de beide hoogheden van de Eilevers. Het was weer een topmiddag. We hebben nog een scoop. En wat voor scoop? En wat voor scoop? Maar bekijk eens even allemaal die film, want dat wordt een nieuwtje hier in Zwolle. Maar wie hebben het weer gezien? De bal over het pad. Wie hebben het weer gezien? Watse, begonnen van deur. Wie trapt? Kom maar. Yo! Aju!